ben Tinti Pafter en vandaag ga ik een tutorial geven over alle banners die laatst zijn toegevoegd in de snapshots. Dus het is misschien iets wat raar als je de eerste keer kijkt en je weet misschien niet wat je moet doen. En dat ga ik dus allemaal aan jullie leren. Dus laten we maar beginnen met de tutorial. Oké, dus eerst moeten we beginnen hoe je een banner maakt. Je neemt een stok en wat wol en dan heb je hier een banner. En nu heb je een witte banner en de wol kan je in alle kleuren wol kan je die veranderen en dan krijg je die achtergrondkleur die erbij past. Oké, nu we onze banner hebben, die kan in elke kleur wederom zijn. Dan kan je daar ook met dies kan je daar een heleboel leuke patroontjes mee maken. En dit is nu even rose red om duidelijk te laten zien wat voor vormpje het wordt. Maar het kan elke kleur die zijn wederom weer. Dus laten we maar beginnen. Eerst kan je dit doen en dan maak je een mooi streepje aan de onderkant. Hetzelfde kan je doen voor de bovenkant. En hetzelfde kan je doen voor de ene zijkant en de andere zijkant. Oké. Als je de banner iets verplaatst, dan kan je het ook in het midden doen. En ook, wederom, als je hem bijvoorbeeld hier zet, maakt eigenlijk niet zoveel uit waar de banner staat. Als hij maar in een leeg hokje staat, kan je hier een horizontaal streepje doen. Verder met streepjes. Je kan hier een zo'n streepje, een schuin streep. En als je de banner weer iets verplaatst, kan je ook naar de andere kant maken. Als je voor detail wil gaan, kan je altijd ook deze doen. En dan heb je kleine streepjes. Een bol. Als je de banner hier laat, dan kan je bijvoorbeeld ook een kruisje maken. En die zijn iets dunner als de twee schuine streepjes. Dus kan je ook leuke patroontjes mee maken. En dat kruisje kan natuurlijk ook voor zo. En dan heb je zo'n kruisje. En die is wederom ook iets dunner dan de alleen de streep horizontaal en de streep verticaal. Oké, dan gaan we door naar de volgende mogelijkheden. Je kan hier de helft van de banner kan je zo dwars door de helft kan je kleuren. En ook de andere kant werkt het ook op. Het werkt ook wederom weer naar beneden, de ene kant, en naar beneden, de andere kant. Hetzelfde resultaat. Als je een wat dikker streepje wil maken, dan kan je de ene helft van het banner helemaal inkleuren. In de kleur die je wil, en wederom werkt het bij de andere kant ook. En als het cijfers kan, dat betekent het wel, als ik hem op kan pakken, ja, oké, fijn. Dat betekent het ook dat je het aan de bovenkant kan doen. En je hebt het waarschijnlijk al geraden. Je kan het ook aan de onderkant doen. Zo simpel is het. Dus nog een keer reminder. Als je dit wil maken met een andere kleur, doe je dan gewoon een andere kleur in. En dat werkt dus precies hetzelfde. Oké, dus je kan hier het linker onderhoekvakje inkleuren. En dat kan met rechter onderhoek. Met de bovenhoek en de andere bovenhoek. Allemaal praktisch hetzelfde. Oké. Dan pakken we weer onze dies. En dan kunnen we hier een driehoekje maken. En dan kleur je zo mooi dit driehoekje in. Aan de onderkant. Je verplaatst deze twee naar boven. En dan kan je het op de bovenkant doen. Je hebt dan ook nog een mooi patroontje voor aan de onderkant. Als je dit doet. En dan krijg je een... ja, een paar driehoekjes aan de onderkant. En hetzelfde werkt aan de bovenkant. Als je een mooie stip in het midden wil hebben. Dan verplaats je de banner even. Zet je stip in het midden. En dan krijg je, heel verrassend, een stip in het midden. Vind je stip niet spannend genoeg. Kan je altijd voor een ruitje gaan. En een ruitje. Maak je gewoon een ruitje in de crafting bench. En dan krijg je een mooi ruitje in het midden. En deze toepassing kan je voor een heleboel dingen gebruiken.
dit is de border. En dan doe je gewoon heel de crafting bench volzetten met dice. En dan krijg je een mooi randje om je banner heen. En dat was alles voor de dice. De dice zijn we nu klaar mee, of bijna klaar in ieder geval. En dan gaan we door naar de vines. Als je dan een vine hier zo zet, dan krijg je een mooi, ja, ik weet niet, squiggly patroontje aan de zijkant. En je kan er ook een die bij zetten, zodat die in de kleur van die die wordt gemaakt. Oké. En dan gaan we door naar de stone bricks. En dan krijg je een mooi blokjespatroon. En wederom een die erbij en dan wordt het die kleur patroon. Als we dan doorgaan, hebben we de creeperhoofd. Werkt eigenlijk precies hetzelfde. Het wordt zwart. Als je er een die bij doet, wordt die kleur die. Hetzelfde geldt weer voor de Wither Skeleton Skull. En dan kan je ook dyeen en dan wordt hij weer een andere kleur. En hetzelfde geldt voor de Oxydaisy. Een leuke naam. En dan krijg je een mooi bloemetje en die kan je wederom weer een andere kleur zetten. En dan heb je als laatste de Enchanted Golden Apple. Het kost een beetje veel goud, maar je moet het er voor mij voor over hebben. En dan krijg je het Mojang logo. En die kan je wederom weer een mooi kleurtje geven. En dan gaan we toch nog eventjes door met de dice. En als je de banner hier zo zet, kan je een mooie gradient toevoegen. Dus dan loopt het mooi over. En hetzelfde werkt ook andersom. Dan gaat hij vanaf de onderkant. En als je een hele mooie banner hebt gemaakt, zoals deze, dan wil je hem misschien een paar keer maken om bijvoorbeeld alles symmetrisch te krijgen, dus dat je er twee op hangt. Maar ja, natuurlijk ben ik in creative. Dus in survival wil je niet al die dice weer spenderen. Dan doe je gewoon. Dit is dus een white banner. En dan stop je er gewoon een andere white banner naast. En dan krijg je nog een kopie van je vorige gemaakte banner. En als je dat bij een orange banner doet, werkt het helaas niet. Het moet echt dezelfde achtergrondkleur hebben om te kunnen werken. En dat was het gedeelte van het kopiëren van een banner dus. En ook een leuk feitje om te weten, als je een mooie banner hebt gemaakt, dan kan je die een soort van afwassen en een laagje verwijderen. Als je bijvoorbeeld een foutje hebt gemaakt, door een rechtermuistoets op een ketel te klikken, dan gaat er wel water weg, maar ja, dat is altijd in een ketel. En dan heb je een banner die je eerst had. En dan kan je weer een nieuwe stap toevoegen als je wilt. En dat kan je dan zo blijven doen. En nu is de ketel leeg. Vul ik hem even weer. Zo, en nu heb ik weer een witte banner. En dan is hij weer mooi leeg, kan je weer hergebruiken ofzo. Maar dat is ook een leuk trucje om te weten. En als je een hele mooie banner hebt gemaakt in creative mode, bijvoorbeeld deze, hartstikke mooi, dan kan je die oppakken met je muiswiel, zodat je wel bij vaker blokjes doet, zoals deze. Dat is je scrollwieltje, of als je dat nog niet wist. Maar als je dat bij banners doet, krijg je een black banner. En dus, om dat te voorkomen, moet je control inhouden bij Mac is dat CMD. En dan krijg je wel je mooie banner weer terug. Als je wil weten hoe je kan experimenteren met banners, dat kan zonder alles in survival of creative te doen. Ik heb de vorige video van banners die ik heb gemaakt, komt nu in beeld te staan. En daar kan je op klikken en dan leg ik je alles uit over hoe je het alfabet moet maken, nummertjes moet maken. En ik heb ook een paar mooie schilderijen gemaakt en zo. En daar gebruik ik ook een site waarbij je zelf kan experimenteren met banners en de banners heel makkelijk kan kopiëren. Het is heel handig, dus ik zou het link zetten waarschijnlijk in de beschrijving of de videolink van de vorige keer. Maar het is heel handig als je wilt experimenteren op internet. En dat was het dus weer voor deze banner tutorial. Ik denk dat ik alles heb gecoverd. Als ik iets heb gemist, laat het me weten in de comments. En het was dus weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Als jullie het handig vonden, geef dan even een like. Subscribe als je meer content wil zien. En ik zie jullie allemaal weer bij de volgende video. Houdoe.
Thank you.